Een 30-jarige man uit Enschede is maandag veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en het bedreigen van haar ouders in Nijmegen. Hij kreeg een celstraf van 473 dagen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De ex-partner van de man verbleef in augustus 2023 in het Ronald McDonald Huis naast het Radboud UMC in Nijmegen. Ze was ongeveer een week eerder bevallen en het zoontje van haar en de man was ernstig ziek en moest geopereerd worden in het ziekenhuis. De partij Wiegen Lokaal maakt zich zorgen dat de inwoners bij een mogelijke oorlog nergens goed kunnen schuilen tegen drones en raketaanvallen. Bij welke openbare schuilkelders kunnen Wiegenaren terecht, mocht het ooit nodig zijn? Zo vraagt raadslid Leo Herms zich af, namens de fractie van Wiegen Lokaal. In onze provincie zegt de veiligheidsregio Gelderland-Zuid dat elk huishouden een noodpakket gereed moet houden. Dat bevat onder meer flessen met drinkwater, een portable radio met batterijen en voedsel dat houdbaar is. Dat is vanwege mogelijke rampen of zelfs een oorlog. De gemeente West Maas en Waal geeft groen licht aan de plannen om het kindcentrum Beneden Leeuwen fors uit te breiden. Om het kindcentrum toekomstbestendig te maken, komt er een uitbreiding van 1600 vierkante meter die naar verwachting in 2027 de deuren opent. Beoogde locatie is het gebied tussen de Van Heemstraweg en het kindcentrum Pax Junior. Plan is om daar een gebouw te realiseren met 2 bouwlagen. Lekker samen chillen, zonder nat te worden. Jongeren in Beneden Leeuwen en Dreumel kunnen daarvoor binnenkort terecht in een overdekte hangplek, ofwel jongerenontmoetingsplek. De behoefte aan zo'n plek bij de jeugd is groot. De gemeente West Maas en Waal maakte deze week bekend de komende tijd 2 jongerenontmoetingsplekken te realiseren. 1 in Beneden Leeuwen en 1 in Dreumel. Bij de keuze wogen de wensen van de jongeren zelf zwaar mee. Dan kijken we nog even naar de berichten op de sociale media. Wethouder Wijn ter Hol van Overbetuwe plaatst op Instagram een foto van een moment op 1 februari, waarop de gemeente een handtekening heeft gezet voor de bouw van 31 woningen in Randwijk. De start van de bouw staat gepland voor begin 2025. Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst zijn er veel vragen gesteld, zorgen geuit, maar ook tips en aandachtspunten gegeven. De Nijmeegse Stadsschouwburg en de vereniging neemt afscheid van cabaretier Joep van het Hek. Voor het weekend stond hij met zijn afscheidstournee voor de laatste keer op de planken in Nijmegen. In totaal heeft Van het Hek zeker 38 keer op de Nijmeegse podia gestaan voor in totaal meer dan 33.000 mensen. En ook het laatste bericht komt van Stadsschouwburg en de vereniging. Want vandaag bestaat Concertgebouw de Vereniging precies 109 jaar. Op 6 februari 1915 werd de grote zaal in gebruik genomen. Van harte gefeliciteerd.